De Porsche Supercup betekent voor mij competitie. Strijd tot het uiterste, korte races, maar vol gas van start tot finish. Deur aan deur, een fantastische race. De Porsche GT3 Cup auto is echt een fijne auto om mee te racen. Het mooie aan de klas is dat alles heel kort bij elkaar zit, dat het dezelfde auto's zijn. Je kan heel weinig doen aan de afstelling, dus wat je kan doen moet je goed voor elkaar hebben. En als rijder moet je gewoon geen fouten maken, want anders één foutje en je staat meteen in plaats van vooraan op de tiende plek. En dat gaat enorm snel, dus dat maakt het erg leuk. Ik ben nooit begonnen in de Porsche Cup doordat ik inderdaad de auto van mijn vader overnam. En dat was voor de Grand Prix van Monaco en die won ik toen meteen. Dus het was een heel mooi begin. En ja, sindsdien ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan uit de Supercup, omdat het gewoon heel goed bevalt. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Het is denk ik een van de leukste en meest competitieve raceklassen die er is. Dus vandaar ja, dat ik er al zo lang in zit en ook niet zo snel voor iets anders ga kiezen. Maar ik voel mij heel erg thuis, omdat, ja, omdat het gewoon een klas is waar alles redelijk open is. Je bent met z'n allen steeds onderweg. En het is echt een grote familie die ja, van circuit naar circuit trekt. Maar voor mij is Monaco absoluut hoogtepunt. Ik heb er al 2 keer gewonnen en dat is echt het mooiste wat er is, denk ik. Ik woon er nu zelf, dus ik ben er veel. Ja, normaal rij je door die straten heen met je normale auto en in één keer ga je met je raceauto doorheen. En zowel mijn vader als mijn broer reden er vroeger al. Mijn vader natuurlijk al heel lang. Die heeft 35 keer gereden, record in Monaco. Dus ik kom er al vanaf kinds af aan. En al met al is dat een race waar ik heel veel gevoel bij heb. Dus ik wil heel graag de 24 uur van Le Mans nog een keer algemeen winnen. De 24 uur van Daytona nog een keer winnen. Ja, eigenlijk dat soort races. Ik zou het heel leuk vinden om de Supercup nog een paar keer te winnen. We hebben natuurlijk Patrick Huisman die hem 4 keer heeft gewonnen al. Dus er zijn eigenlijk nog genoeg doelen die ik voor ogen heb. Maar vooral de echte grote klassieke races, die zou ik graag nog een keer willen winnen. En als je aan een merk kan binden als Porsche die altijd topauto's neerzetten in de autosport, dan weet je gewoon dat je de komende 10, 15 jaar heel goed kan zitten en heel veel races kan winnen. En dan kom je automatisch uit bij de doelen die je zelf stelt.